Matrosavond. Dag dames en heren in Nederland en in Vlaanderen. U bent weer terug bij de Tros. En we gaan zo direct van start met een wervelende Martine Bijl-show die als ondertitel Balanceren op de nullijn heeft. Dat klinkt misschien wat sombertjes, maar ik verzeker u, het is beslist geen kommer en kwelshow die u te zien krijgt. Daarna de Lefkasman, weer een van onze veel bekeken Tros-series. Wat schuilt er achter de mysterieuze verdwijning van dokter Gerard? Heeft hij inderdaad zulke belangrijke vondsten gedaan? En waarom is de Griekse politie er zo in geïnteresseerd om achter zijn verblijfplaats te komen? Dat kunt u allemaal straks zien om even voor 9:30 in de Lefkasman. Om 10:50 informatie en actualiteiten in Actua TV. En we besluiten de vaste Trosavond weer met de bizarre gebeurtenissen van de families Campbell en Tate in Soap. Maar voordat u naar de Martine Show kunt gaan kijken, schakelen we nog even over naar de redactiekamer van Actua TV voor een kort overzicht. Dankjewel en goedenavond dames en heren. We hebben nogal wat plaats ingeruimd deze keer voor de Nederlandse politiek. En dat is ook geen wonder, want we hebben net een weekend achter de rug waarin de lijsttrekkers van zowel CDA als D66 van start zijn gegaan. Maar we vertellen u ook iets over de diepe zorgen in de oestercultuur. Over een verheugende ontwikkeling rond de Brabantse smeerpijp en over de glorieuze thuiskomst van wereldkampioen cyclocross Henny Stamsnijder. Verder leek het ons interessant om u het een en ander te laten zien over de politieopleiding in Nederland, vooral omdat het politievak in ons land steeds zwaarder wordt. En ook proberen we u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in Spanje, waar zoals u misschien al weet de Guardia Civil het parlementsgebouw in Madrid heeft aangevallen. Graag tot straks. De Tros. De meeste kijkers.